De regering zendt ook in Brunswijk hard aan een integraal pakket aan maatregelen werken om de armoede in het land beheersbaar te maken. President Chandrika Prasad Santokhi haalde dit aan tijdens het evaluatiemoment van de regering het afgelopen weekend in Marowijnen. Het staatshoofd benadrukte dat de regering ook de kwetsbare groepen zal tegemoetkomen. De regering kijkt daarbij niet alleen naar pakkettendistributie, maar ook naar andere programma's die zorg moeten dragen voor verlichting van de situatie voor de samenleving. Verlichten van de situatie van die moeders, van de jongeren, van de studenten, van de kwetsbare groepen, van mensen die niet uitkomen met hun inkomens. Daar gaan we gerichte maatregelen treffen en in uitvoering brengen. En daaromtrent krijgt u binnenkort wat meer informatie. En we hopen reeds medio november en december de eerste maatregelen in place te brengen. Maar daaromtrent krijgt u nog meer informatie. Santokhi haalde verder aan dat de regering in de afgelopen 3 maanden hard heeft gewerkt. Hij is met name ingenomen met het getoonde leiderschap van vicepresident Ronnie Brunswijk in de RVM. VP Brunswijk wil ter verbetering van de raadsvergaderingen dat er vooraf een goede afstemming plaatsvindt met de diverse ministers. Dit om te voorkomen dat discussies in de RVM vastlopen. Thema vergaderingen geven beter inzichten in een materie en verschaffen diepte informatie. Enkele thema's die besproken zullen worden de komende weken zijn onder andere subsidiebeleid staatsbedrijven, bananenindustrie, FAI, wordt verder besproken, integraal plan sociaal zekerheidsstelsel, evaluatiehuurcontracten, overheidskantoren, rechtspositie, inschaling, ministeriële plan unit, beursenbeleid van deze regering. Vicepresident Ronnie Brunswijk afgelopen zaterdag tijdens de evaluatiemeeting van de regering. Brunswijk merkte tenslotte op dat hij in de afgelopen 3 maanden niet minder dan 10 petities in ontvangst heeft genomen.